En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Ashley en zoals altijd heet ik jullie van hartelijk welkom. Nou, het heeft even geduurd en we zijn al in de maand februari. Disappointed! Sorry. En in deze video wil ik terug gaan blikken naar de top 10 beste albums van 2023, naar mijn mening. Dit zijn het soort albums die in 2023 zijn uitgebracht, die ik ook in dat jaar beluisterd heb en meestal al beoordeeld heb in de meeste gevallen. Ik zal ook gewoon heel eerlijk zijn, ik kan niet als niet naar elk album luisteren. Mocht er een album zijn die hier niet tussen staat, mijn excuses alvast. Er waren ook wel albums gepland die in december of november zijn uitgebracht, maar ik ben er niet meer aan toegekomen om die te beluisteren en zo. Dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met het terugblikken naar de top 10 beste albums van 2023. Gebaseerd naar mijn mening. Here we go! Oh my god, touch me right there. Almost there, touch me right there. Don't be shy. Tension is het 16e album van de Australische popzangeres Kylie Minogue, die volgens eigen zeggen de kant op gaat richting electropop. Dit is het tweede album die ik van Kylie beluisterd heb sinds haar vorige album Disco uit 2020. En ik moet toegeven dat dit nieuwe project een heuse verbetering is in vergelijking met haar voorgaande album. Tension klinkt als een heerlijke electro- en housepop album die je nostalgische gevoelens afgeeft. Vooral wegens het feit dat de liedjes me doen denken aan die electro- en housepop nummers die ik vooral in het begin van de 2000s gehoord heb. En me doet denken aan liedjes die uit de jaren 80 af zouden komen. De liedjes gaan over de liefde, seks, plezier hebben en dansen en de songwriting past daarom ook veel beter bij de toon van de liedjes, die ook nog eens vele malen leuker klinken dan in Disco. Hoewel de zangeres in de 50 is, Kylie wist alsnog een leuk zangoptreden te leveren op dit album en het is een genot om naar haar gezang te luisteren. Alleen ben ik niet zo'n grote fan van haar optreden op openingsnummer Padam Padam. Bij dit album zijn er zo'n 12 producenten betrokken geweest bij het maken van dit project. Ik merk zo hier en daar dat bepaalde liedjes hierdoor niet zo mooi met elkaar aansluiten, maar er is wel wat consistentie te vinden in het feit dat de liedjes meer house, disco en electropop gericht zijn. Zelfs het nummer 10 out of 10 met Nederlandse DJ en gastartiest Oliver Heldens voelt een beetje out of place aan. Ondanks het feit dat de productie niet al te verkeerd klinkt. Tension is een leuk electropop album van Kylie Minogue, maar ik moet wel toegeven dat zo hier en daar wat dingetjes beter konden. Zoals een kleiner aantal producenten en een duidelijker aanpak van hoe de liedjes in elkaar gezet moeten worden. Maar voor de rest is dit 16e album van de Australische zangeres nog steeds een leuke ervaring. Sunburn is het tweede studioalbum van de Amerikaanse zanger en songwriter Dominic Fike, wat voor mij het allereerste project is die ik van de eerder genoemde artiest beluisterd heb. Omdat dit de eerste keer was dat ik naar Dominic Fike geluisterd heb, wist ik niet wat ik zou verwachten. Ik vond dat het album oké begon met de eerste drie nummers van de tracklist, maar gaandeweg wist het project wel leuk te zijn om naar te luisteren. In dit album bespreekt de zanger over zijn leven van jongs af tot aan waar hij nu in het leven staat. Zoals het feit dat zijn moeder geregeld in de gevangenis terecht kwam en dat hij daardoor bij vrienden of familie moest logeren. De enorme behoefte die hij heeft om bij een partner te zijn. Het feit dat hij letterlijk huisarrest had wegens het aanvallen van de politieagent en zijn drugsverslaving. Het project voelt als een persoonlijk project aan waarin Dominic zijn hart lucht, waarin hij ook toegeeft aan bepaalde dingen spijt te hebben en dat hij jaloers kan zijn en kijkt hij terug op de beslissingen die hij in zijn leven gemaakt heeft die vernietigd voor hem zijn of vernietigend voor hem zijn geweest. Kortom, de songwriting is persoonlijk en het is net alsof je iemands levensverhaal beluistert via een audioboek, maar dan met muziek. Dominic Fike is een interessante artiest die zowel kan zingen als rappen en zijn optredens zijn over het algemeen wel netjes. Zelfs het gastoptreden van Weezer frontman Rivers Cuomo was ook niet verkeerd op het nummer Think Fast. Ik merkte wel dat de productie zo af en toe van de hak op de tak springt, wat niet gek is, want op dit album zijn er zo'n 14 producenten en 16 songwriters betrokken geweest bij het maken van dit project. De meeste liedjes zijn leuk om naar te luisteren, maar er zijn ook een aantal nummers die niet helemaal bij me aanslaan. Vooral het nummer Mama's Boy was voor mij moeilijk om aan te moeten horen. Sunburn van Dominic Fike is een heerlijk album om naar te luisteren, maar ik moet ook erkennen dat er gebreken zijn op dit album. Zoals inconsistente productie en soms wat rommelige songwriting. Maar voor de rest blijft dit album van de zanger een leuk project om naar te luisteren. Portraits is het vijfde studioalbum van de Engelse popzangeres Jasmine van de Bogaarde, ook bekend onder haar artiestennaam Birdie, die in 2011 bekendheid kreeg met haar cover van het nummer Skinny Love van de Amerikaanse band Bon Iver. Ik vond Skinny Love, van Birdie tenminste, een van de saaiste en meest overgewaardeerde nummers die ik ooit gehoord heb. Dus ik wist niet wat ik zou verwachten op dit vijfde album van de zangeres, wat ook nog eens het eerste project is die ik van haar beluisterd heb. Er is een mengelmoes van synthpop en balladnummers te horen op dit project en de meeste liedjes slaan individueel niet bepaald aan bij mij.
Desalniettemin wisten de liedjes heel erg mooi aan elkaar aan te sluiten, waardoor je een consistente luisterervaring hebt. En ik denk dat dat het sterkste punt is van dit hele album. Ik heb niet al te veel informatie kunnen vinden van waar de zangeres precies over zingt in de songteksten, maar van wat ik gevonden heb via genius.com heeft Birdy het vooral over eenzaamheid, het verlies en het missen van een dierbare, liefdesverdriet en droevige gevoelens. De songwriting is heel poëtisch geschreven en dat is op zich mooi om terug te lezen. Alsnog vind ik het vreemd dat er zo'n 8 songwriters betrokken zijn geweest bij het schrijven van de liedjes. Birdy's zangoptreden is dromerig en hypnotiserend en het voelt op de een of andere manier nostalgisch aan. Voor de rest zingt zij prachtig en is het net alsof je je in een droomwereld bevindt waar het kalm en rustig is wanneer je naar haar gezang luistert. Bij dit album zijn er 8 producenten betrokken geweest en dat is terug te horen op dit project. Het ene nummer is bijvoorbeeld heel upbeat, terwijl het andere nummer juist wat trager is. Er zijn niet heel veel liedjes die bij mij aanslaan, maar ondanks dat wisten de producenten een ervaring te bezorgen die voor de rest niet verveelt. Portraits van Birdy heeft misschien niet zo heel veel replay value als andere albums die ik wel leuk vind, maar het bezorgt zonder twijfel een bijzondere luisterervaring wanneer je ernaar luistert. En dat maakt dit album en muziek in het algemeen ook zo mooi voor mij en ook zo'n mooie kunstvorm zoals het is. Michael is het 6e studioalbum van de Amerikaanse rapper en activist Michael Santiago Render, bekend onder zijn artiestennaam Killer Mike, die ook nog eens deel uitmaakt van het hip-hop duo Run the Jewels. Het is ook nog eens zijn eerste soloalbum sinds 11 jaar na de release van zijn voorgaande album Rap Music uit 2012. Helaas ben ik niet bekend met Killer Mike's discografie, maar ja, helaas. Op dit album zijn er invloeden terug te horen van funk, soul en gospel. En dat leidt tot een diverse verzameling van liedjes op dit album. Vooral de liedjes met een gospelkoor op de achtergrond doen het heel goed bij mij, al vind ik dat het album niet al te sterk begint. Killer Mike spreekt zich vooral uit over dingen waar hij zich zorgen over maakt of wat hij als onrechtvaardig beschouwt, zoals hoe de Amerikaanse politie omgaat met de zwarte Amerikanen en dat de overheid volgens eigen zeggen onder elk president dan ook alles eraan doet om de levens van de zwarte gemeenschap in Amerika zo lastig mogelijk te maken. Ik snap hoe Mike zich voelt en waarom hij bepaalde uitspraken doet, maar er zijn momenten dat ik het niet met hem eens ben. Zo beweerde hij ook dat de Amerikaanse overheid verantwoordelijk was voor de cocaïne-epidemie tijdens de jaren 80, maar ik heb niks kunnen vinden dat het ook zo was. Ook de hevige focus op de identiteit van zwarte Amerikanen wordt hevig benoemd op dit album, maar er zijn ook momenten waarin de rapper meer over zijn leven praat in de songteksten. Om het kort te houden, het album zit chockvol onderwerpen en thema's waarvan de meningen soms wel gemengd kunnen zijn. Het rapoptreden van Killer Mike is geweldig, zeker hoe hij op vloeiende wijze door de liedjes heen rapt. Over de optredens van de gastartiesten ben ik zo hier en daar wat gemengd over. Zo kom je rappers tegen als Muzzy, Young Thug, Black en Future Tater die autotune in hun optredens gebruiken en ik vond ze daarom niet zo sterk. Terwijl LP, Lena Bird Miles en Aaron Allen Kane juist geweldige gastoptredens wisten te leveren. Vooral de laatstgenoemde zangeressen gaven fantastische gastoptredens af op dit album. Op dit album hebben er zo'n 19 producenten en 44 songwriters aan dit project gewerkt en dat kun je soms goed terughoren dat de ene liedjes iets anders klinkt dan de ander. Zelfs sluiten bepaalde coupletten van gastrappers niet altijd mooi aan met wat Killer Mike in zijn liedjes bespreekt. Desalniettemin wist dit album alsnog zo sterk te zijn in de productie, alhoewel het niet altijd consistent is. Toen ik eerst naar Michael van Killer Mike luisterde, gaf ik dit album een 8-. Na het opnieuw beluisterd te hebben, heroverweeg ik om de score voor dit album te veranderen naar een 7+ tot 8-. Dit is niet om te zeggen dat dit hip-hop album slecht is, maar er waren gewoon een aantal dingen die veel beter konden, als je dat mij vraagt. Ook vanwege het feit dat Killer Mike bepaalde uitspraken doet waar ik het zelf niet mee eens ben of niet goed doordacht vind. Verder blijft dit nieuwe album van de rapper nog steeds een prima hip-hop project. Zonder twijfel. Red Moon in Venus is het 3e studioalbum van de Amerikaanse R&B en soulzangeres Kali Uchis, wat voor mij het eerste project is die ik van de zangeres beluisterd heb. Ik was niet bekend met de zangeres voordat ik dit album ging checken, maar na het beluisteren ben ik erachter gekomen hoe heerlijk het project is. Van de zoele en romantische toon in de liedjes tot aan het verleidelijke en gladde zangoptreden van Kali. In de liedjes zingt de zangeres vooral over de liefde, vooral over hoeveel zij van haar partner houdt, bespreekt zij ook nog eens de ups en downs die bij een relatie komen kijken en heeft zij het ook nog eens over ex-partners. De liedjes die over ex-partners gaan zijn al jaren oud voordat dit album uitkwam, tussen haakjes. Af en toe komt Kali een beetje overdramatisch over, maar ik denk dat het zo is omdat de zangeres heel erg geïnvesteerd is in haar relatie met zanger en rapper Don Toliver. Soms zijn er ook een aantal liedjes te vinden waarin de zangeres gedeeltelijk in het Spaans zingt, maar gelukkig heeft genius.com annotaties die de stukjes in het Engels vertalen, zodat je het ook makkelijk kunt volgen van wat zij zegt.
Het zangoptreden van Kali Uchis is heerlijk om naar te luisteren. Het geeft je een warm gevoel en het is ook nog eens ontzettend sexy om naar te luisteren van hoe gladjes zij klinkt in haar gehele optreden. Gastzanger Omar Apollo is bijna niet te hoog op het nummer Worth the Wait, maar hij zingt samen met Kali op de achtergrond in het refrein en hij klinkt voor de rest heel gladjes. Dan Tanvor is te hoog op het nummer Fantasy, maar het valt al op dat hij met autotune zingt. En dat klinkt niet al te best als je het moet vergelijken met het natuurlijke zangoptreden van Kali. Gastzangeres Sam Walker is terug te horen op het nummer Deserve Me en zij zingt op zich wel mooi in haar couplet en ze heeft ook van nature een hele mooie stem. Op dit album zijn er zo'n 26 producenten en 32 songwriters betrokken geweest bij het maken van dit album. Dit aantal producenten en songwriters vind ik enorm veel en kan leiden tot een heel rommelig muziekproject. Verrassend genoeg wist dit project juist heel consistent te zijn, die ook nog eens heerlijke R&B en soul nummers levert waar je lekker bij kunt wegdromen. Wel vind ik de productie op het nummer Not Too Late Interlude niet zo sterk, maar al in al wist de productie op dit album sterk en consistent te blijven. Red Moon in Venus van Kali Uchis is een heerlijk R&B en soul album die ook nog eens hartverwarmend songwriting bevat. Dit is het soort album waar ik vaker naar zou willen luisteren op een rustige zondagochtend of voordat ik naar bed ga, want het is heel ontspannend om naar te luisteren en dat bedoel ik natuurlijk niet verkeerd dat ik het zou beluisteren als ik naar bed zou gaan. Ik heb op dit YouTube-kanaal al een albumrecensie gedaan op het nieuwste album van Camelphat, genaamd Spiritual Milk. En als jullie willen weten wat ik van dit album vind, ga alvast dan mijn albumrecensie van dat album checken. Ik zet ook een linkje alvast hierboven in het balkje of anders in de beschrijving, zodat jullie die video kunnen checken. Nou, in ieder geval, laten we lekker verder gaan naar de nummer 4 van deze lijst. En ik zou zeggen, let's go! Alchemy is het vierde studioalbum van het Engelse DJ-duo Disclosure, bestaande uit de broers Howard en Guy Lawrence, die ik heb leren kennen via hun debuutalbum Settle uit 2013 en hun tweede album Caracal uit 2015, waarvan ik een aantal singles van beide albums heb leren kennen. Het is ook nog eens de opvolger van hun voorgaande album Energy uit 2020, die een enorme teleurstelling bleek te zijn nadat ik het beluisterd had in die tijd. Alchemy wist tegen al mijn verwachtingen in een geweldig house album te zijn die leuk is om naar te luisteren. Het is ook nog eens het eerste project zonder grote gastartiesten, maar dat wil niet zeggen dat het geen goed project kan zijn. De broers gaan met dit album back to basics met de muziek, maar naar mijn mening is dit geen verkeerde zet geweest. Qua songwriting is er niet veel te zeggen op dit album, maar de liedjes gaan vooral over de liefde, liefdesverdriet, relatiebreuken en verder gaan in je leven. Van wat ik te weten ben gekomen worden de zangoptredens geleverd door Howard, die niet verkeerd is om naar te luisteren op dit project. Alhoewel de DJ een soort effect gebruikt om zijn stem te vervormen in zijn optredens. De productie, die gedaan wordt door een klein team van 4 producenten en 6 songwriters, is uitstekend en voelt ook nog eens consistent aan. Verder ben ik ook te weten gekomen dat de broers geen deel meer uitmaken van de grote platenlabel en dat zij daardoor meer creatieve vrijheid hebben. En dat is zeker terug te horen op dit album van hoe leuk en levendig het is. Alchemy van Disclosure is een sterke verbetering tegenover hun voorgaande album Energy uit 2020. Dit is het soort album die je zou willen draaien in een discotheek of festival, waar je lekker dansjes op kunt doen en je zorgen even opzij kunt zetten. Als je een fan bent van housemuziek, dan moet je dit nieuwe album van Disclosure meteen checken. Je zult er geen spijt van krijgen. Ik heb een albumrecensie gedaan op dit badass album van de Duitse heavy metal en power metal band Primal Fear genaamd Code Red. En ik zet daarom ook in het balkje een video die naar die albumrecensie leidt. Ik heb voor de rest niet zo heel veel meer te zeggen naast het feit dat ik het een geweldig album vind. Dus op naar de nummer 2 van deze lijst. Yep, dit is de nummer 2 van de lijst en dat is in ieder geval A Dark Euphony van de Nederlandse gothic metal band Blackbriar. Ik zet ook gewoon in het balkje een linkje waardoor je naar de albumrecensie van het eerder genoemde album kunt gaan, zodat jullie ook kunnen weten wat ik ervan vind. En ik wil niet te veel in herhaling vallen en ik zeg ook gewoon, laat ik gewoon meteen verder gaan met deze video, want anders verspil ik te veel tijd. Dus we gaan verder. Wauw, 2023 is op muzikaal gebied best wel een vrij stevig jaar, als je het mij vraagt. Vooral met albums dan tenminste. Het is sowieso een beter jaar dan 2022, dus dat moet ik wel toegeven. Maar voordat we naar de nummer 1 gaan, ik vind dat we eerst een kijkje moeten nemen naar een paar eervolle vermeldingen, of in dit geval, honorable mentions. I
Unreal Unearth is het derde album van de Ierse muzikant en songwriter Andrew Hosier Byrne. Kortweg bekend onder zijn artiestennaam Hosier, die geschreven was tijdens de coronaviruspandemie, waarbij de artiest inspiratie haalde uit Dante's Inferno, een deel van een 14e eeuwse gedicht dat bekend staat als De Goddelijke Comedie, waarin de poëet de negen ringen van de hel afreist samen met zijn gids Virgil. Hosier is bekend van het nummer Take Me to Church uit 2013, voor als jullie het nog niet wisten. Ik ging totaal blind erin toen ik dit album voor het eerst ging beluisteren. Maar ik stond met een mond vol tanden van hoe prachtig dit album is. Van de prachtige en bijzondere optredens van de muzikanten tot aan het zangoptreden van Andrew. De muzikant heeft de liedjes op geheel poëtische wijze geschreven, waarin hij verwijzing maakt naar de negen ringen van de hel uit Dante's Inferno en Griekse mythes, zoals het verhaal van Icarus die te ver naar de zon wou vliegen en uiteindelijk in de zee viel. Op Genius.com zit in bijna elke zin wat context van wat Andrew probeert te zeggen. En het kan heel overweldigend zijn van hoeveel inhoud de liedjes bevatten. Desalniettemin zijn de liedjes op creatieve en prachtige wijze geschreven die je zelfs op emotionele wijze weet te raken. Waarin thema's zoals de dood, trauma, oorlog, de liefde en verraad besproken worden. Hosier geeft zonder twijfel zulke prachtige optredens af op dit album, dat ik er zelfs kippenvel van krijg. En dat is iets wat heel zeldzaam is. Zo kunnen zijn zangoptredens droevig, dromerig, vredig of zelfs hoopvol zijn. Het is gewoon prachtig om naar te luisteren. Ook de achtergrondzang is net zo fenomenaal als het optreden van Hosier. Bij dit album zijn er zo'n 12 producenten betrokken geweest, maar ondanks dat aantal wist dit nieuwe project van de eerste muzikant er prachtig eruit te komen. Zo hoor je akoestische nummers en de andere keer wat liedjes die opzwepend zijn. Zo kunnen er ook liedjes zijn die wat duister van toon zijn, maar al en al wist dit nieuwe album van Hosier een bijzondere ervaring te zijn. Waardoor je zelfs het gevoel hebt dat je met de muzikant door de hel meereist, om er vervolgens eruit te komen in een prachtige paradijs. Wat een hele prachtige conclusie is. Unreal Unearth van Hosier is een fantastische album en is naar mijn mening één van de beste albums die ik van dit decennium beluisterd heb. Samen met Anthology en Destiny van Sumire Asaka. Het is niet het soort album waar ik elke dag naar zou willen luisteren, maar het is een album waar ik waarschijnlijk geen genoeg van zal krijgen. Elke luisterbeurt zou daarom ook zo bijzonder voor me zijn. En daarom is Unreal Unearth van Hosier, naar mijn mening, het beste album van 2023. Nou, dat was dus de top 10 beste albums van 2023. Welk album is jullie grote favoriet? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets van opsteken. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Jullie hoeven het niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan niet alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en tot de volgende keer.